Ik ben hier omdat gisteren en vandaag op internationaal niveau protestdagen zijn tegen het feit dat de grote monetaire crisis moet worden betaald door de belastingbetalers. En ik protesteer ook tegen het feit dat de bankiers en de banken en ook regeringen die hun gang laten gaan, niet ingrijpen, het systeem in feite onveranderd laten, waardoor de volgende crisis op geld of op ander gebied waarschijnlijk alweer ons te wachten staat. En dat gaat dan weer tientallen miljarden kosten. Dus in feite worden de problemen niet opgelost. Alleen maar tijdelijk. En volgens mij is dat een vorm van gekte. En insanity is, wat ik begrijp, insanity is repeating the same pattern and expecting a different result. Dat is ook een beetje wat altijd bij het kapitalistische systeem het probleem is. Het leidt van crisis tot crisis tot crisis tot crisis. Omdat dat ingebakken zit in het systeem. En nu zijn het de bankiers, maar het zijn natuurlijk ook de regeringen die deze mensen niet aan banden leggen. En deze mensen worden amper of niet gecontroleerd. En wanneer ze geld laten verdwijnen, met speculatie of virtueel laten verdwijnen, dan volgen er ook geen straffen. Mensen kunnen dit ongestraft doen, dus ze zullen ermee doorgaan. Nou, de oplossing weet ik even 1, 2, 3 niet. Misschien moet er ook, net zoals er een internationale gerechtshof is voor oorlogsmisdadigers, ook een internationaal gerechtshof komen voor economische grote delicten, waarbij landen en bedrijven worden leeggestolen. Ik vind het gewoon diefstal op groot niveau. En misschien moet er ook een internationaal gerechtshof komen waarbij dit soort mensen die nu niet gepakt worden, dat ze wel worden gestraft. Wat hier gebeurt op dit moment? Nou, op dit moment wordt er opgeruimd. Maar even kijken, in New York en allerlei grote steden, Madrid, Los Angeles, San Francisco, ik denk ook Washington, Londen, Tokio wordt geprotesteerd, speciaal voor de gebouwen van de beurs. Omdat, in dit geval is het heel duidelijk dat ook de bankiers heel ver buiten hun boekje zijn gegaan. Dus dit is een symbolische bezetting van het plein voor de beurs van Amsterdam. Om te protesteren dat ook de bankiers gewoon kennelijk geen normen en waarden meer hebben. En zelfverrijking, exorbitante zelfverrijking gewoon aan zichzelf toestaan. Iedereen wil maar miljonair en miljardair worden en zijn. Dat kan niet. Een heleboel mensen, het is heel slecht weer, het regent voortdurend. Ik ben gewoon naar huis gegaan en ik dacht ik ga vanochtend ook om mijn steun te betuigen. Het is best moeilijk hier in die stromende regen om hier te zijn. En dus ik dacht ik ga toch maar nog even een paar uurtjes langs om mensen ook mentaal te supporten. Gisteren heb ik meegeholpen met een beetje het eten te maken en te verdelen. We hebben gedanst. Het was ook heel leuk. Gisteren was avond, was het mooi weer. We hebben salsa gedanst. Oké. Een Afrikaanse dansen gedaan. Dat was leuk. Ja, mensen er goed aan doen om zich goed op de hoogte te stellen. En niet alleen maar de artikelen uit de gewone kranten, want er wordt, ik vind niet dat er heel goed wordt uitgelegd wat er nou eigenlijk aan de hand is. En daarom raken mensen in de war. Niemand snapt, ik snap het ook niet helemaal. Mensen denken dat het alleen maar een crisis is van dat er te weinig geld is of zo. Maar dit is gewoon, denk ik, ik weet ook niet precies, maar ik denk dat het kapitalistische systeem, dat gaat op een gegeven moment leiden aan overproductie.
tegelijkertijd worden de lonen gedrukt. Dus de producten worden niet meer gekocht. Ja, en dan gaan dan begint dat systeem in elkaar te zakken. Maar dat is in de jaren 30 ook gebeurd. En dan vaak gaat het kapitalistische systeem het probleem oplossen door een grote wereldoorlog te laten escaleren. Want zo kan de productie weer worden opgevoerd. Nou, dat maar dat is natuurlijk een beetje, ja, ik bedoel, ik ben het daar niet mee eens. Ja, dat is wat ik denk. Het lijkt mij belangrijk dat mensen gewoon zich echt beter informeren. En niet alleen maar, ik weet niet eens of de kranten het allemaal zo slecht bedoelen, maar iedereen geeft alleen maar kleine stukjes informatie. Maar je moet eigenlijk het geheel proberen te overzien. En ook het systeem, het gedachtegoed wat daaronder zit. En ook maar niet steeds denken dat je echt in een democratie leeft, want we leven in een schijndemocratie. Dus wakker worden, ook al is het pijnlijk. Het is een beetje pijnlijk om alles onder ogen te zien hoe het werkelijk is. Dat je uit je illusie komen.